Welkom dames en heren, mijn naam is Juri van Dam, autojournalist van elektrische auto's. Zoals die twee auto's hier achter mij. Volkswagen ID3, Renault Megane E-Tech Electric. Hier in een nieuwbouwwijk van Boekel, Vinex locatie. Echt een typische omgeving waar je deze twee auto's heel veel zult zien. Mooie nieuwe huizen natuurlijk, zonnepanelen op het dak. Om die elektrische auto's en natuurlijk je huis op te laden. Ik neem je even mee in een vergelijk tussen deze twee. Ga je mee? Voor het vergelijk van de specificaties heb ik even een mooi boekwerk erbij gepakt. Wat je ziet in ieder geval, als je beide auto's met elkaar gaat vergelijken. De Volkswagen ID3, 2 jaar eerder op de markt. De vanafprijs 33.900, 33 en een beetje. Oplopend tot nu 43.000. De Renault zoals die hier staat, die is iets duurder. Vanaf 36.000, oplopend tot 46.000. Allemaal even afgeronde bedragen voor het gemak. De verschillen in uiterlijk, nou, dat zie je sowieso. Wat saaier. Herkenbaar, wat weer wel. Het nieuwe gezicht van Renault, maar wel een heel stuk moderner. Maar als we even de specificaties er verder bij gaan pakken. Deze heeft 130 pk, minimaal, of maximaal 220 pk. Die heeft net iets meer, 150 pk, om mee te beginnen. Maar maximaal 204 pk. Dus ja, dat scheelt niet zoveel met elkaar. Wat dan wel scheelt zijn de aandrijving. Hierbij worden alle pk's op de achterwielen gezet. Hierbij worden alle pk's op de voorwielen afgegeven. Daar zit een groot verschil in. Wat ik straks nog even verder ga uitleggen. Maar wat bij elektrische auto's in ieder geval wel opvallend is, is dat het voor de draaicirkel niet uitmaakt of de elektromotor nou voorin of achterin zit. Bij gewone brandstofauto's is dat wel het geval. Voorin de motor, nou, dan is meestal de draaicirkel, dus de stand van de wielen, hoe ver ze naar binnen kunnen draaien, die is minder groot. Als dan ook nog eens de voorwielen aangedreven zijn. Als je bijvoorbeeld een BMW hebt met achterwiel aangedreven wielen, dan kunnen de voorwielen meestal wel iets meer indraaien, omdat dan de aandrijving naar de achterwielen gezet is. Maar bij deze auto's, vanaf de tekentafel als elektrische auto's ontworpen, dus die hebben een minder grote draaicirkel dan brandstofauto's. En dat merk je. Allebei iets meer dan 10 meter. 10,2, 10,4. Voor de cijferneukers onder ons. Mag ik dat zeggen? Ja. Cameraman, knik van ja. Dus dat mag. Wat je dan ook nog eens ziet, niet van, deze heeft dan de elektromotor achter. Dat betekent dat er in de bagageruimte iets minder ruimte is, want daar zit ook de elektromotor. Achterwielen worden aangedreven. De Renault die heeft natuurlijk alles aan de voorkant zitten. Geen elektromotor achter, dus die heeft achter iets meer bagageruimte. Die heeft 440 liter, deze heeft 385 liter. Nou, dat scheelt gewoon 55 liter. Dat is toch even wel gelijk een direct voordeel voor de Renault. Tegelijkertijd merk je het ook in het gewicht. Deze, moet ik even wel spieken, is 1675 kilo. Voor de basisuitvoering, laat ik dat even. Deze is 200 kilo lichter. Hoe kan dat nou? Nou, elektromotor zit voor. Er hoeven geen dikke, zware elektrokabels naar achteren getrokken te worden. Alles zit hier. Laadaansluiting zit hier. Kabels hoeven van daar naar daar en niet helemaal naar achteren toe. Dus weer een direct voordeel van dat Renault de techniek toegepast heeft om alles voor in te plaatsen. Nu we die klep toch open hebben, is een mooi ezelsbruggetje naar de laadsnelheid. Waarbij je de Renault, die was misschien wel iets duurder, weet je nog, een paar duizend euro duurder. Maar dan is die wel gelijk met een 3-fase 22 kilowatt thuislader. Dat betekent als je het accupakket binnen een paar uur al helemaal vol kan hebben. Nou, 22 kilowatt, dat weet je normaal gesproken, dat kun je bij enkele openbare laadpalen halen. Thuis heb je gewoon 11 kilowatt. Maar dan nog zit je binnen een aantal uur gewoon helemaal vol. Deze, de basisuitvoering, die was wel goedkoper. Maar die basisuitvoering hier,
hier zit de laadklep aan de achterkant, die heeft maar een eenfase 7,2 kilowatt lader. Dus die goedkopere is ook echt wel een langzamere lader. Die kan maar op één fase en 7,7. Nou, in de praktijk, voor de meeste huishoudens, bijvoorbeeld zoals hierachter, is dat niet 7,7, maar is dat maar 3,7 kilowatt dat je kan laden. Nou, dan duurt het toch drie keer zo lang voordat je accupakket volgeladen is als 11 ten opzichte van 3,7. De snellaadfunctie verschilt ook. De instappen hier hebben ze echt goedkoper gemaakt, maar ze hebben ze echt kaler uitgerust qua laadsnelheid. 50 kW DC laden met een maximum van 125, wat ongeveer gelijk is aan die Renault, 120. Maar die 50 kW is bij Renault minimaal 85 kW. Ruim de helft meer. Nou, dat scheelt toch ook wel weer. Nog een reden om te kiezen voor die nieuwere Renault. Iets duurder, maar je krijgt er ook echt wat voor. Eigenlijk, de basisuitvoering van de ID3 is echt gewoon een aantrekker. Een lokkertje, een stoepertrekker, zeggen ze ook wel eens. Om ervoor te zorgen dat de mensen de showroom binnenkomen, dat er interesse is. Want ja, hij is er vanaf die prijs. Uiteindelijk loop je altijd de showroom uit met een veel duurdere uitvoering. Even accupakketten, even wat saais. Heb je in 3 uitvoeringen, 45, 58 of 77 kWh. Deze heb je in 2 accupakketten, 40 en 60 kWh. Leuk allemaal, maar het gaat natuurlijk om de actieradius. En dat is het grote verschil. Die vanaf 350 tot met 426 km, die vanaf 300 km tot 470 km. Maar aangezien je die sneller kunt opladen, maakt er toch niet zoveel meer uit. We gaan nu lekker even een stukje rijden. We pakken de Renault. Terwijl ik in de Renault rijd, leg ik gelijk even het verschil uit tussen de Renault en de ID3. Rij je mee? Zijn we onderweg met de Renault Megane E-Tech Electric. Wat gelijk opvalt, is in het interieur, er zijn eigenlijk twee hele grote schermen die een beetje visueel aan elkaar geplakt zijn. Er zit een luchtroostertje zit hier tussen. Een groot scherm voor je neus, geen touchscreen, maar waar je echt nou, voor je gevoel bijna alles op weer kan geven. Lekker op navigatie, groot. Op het moment dat je een richtingaanwijzer bedient, in ieder geval dan blinkt er een knipperlichtje op uit het scherm. Dus dat is echt heel mooi gedaan. Daar hebben ze heel goed over nagedacht. Hetzelfde geldt voor dat grote rechtopstaande scherm. In de middenconsole, groot, werkt snel, intuïtief. Je ziet het in ieder geval van dat hij gelijk op al je bewegingen reageert. Maakt niet uit. Hoppa. En nu zul je misschien denken, hey, Google Maps, klopt. Niet vanaf de basisuitvoering, maar vanaf de iets luxere uitvoering die iets meer dan 40.000 euro kost. De Evolution uitvoering heb je Google Integrated. Dat is dit. Ideaal op het moment dat je ergens naartoe gaat. Google Maps, dat vind ik vooral heel erg prettig. Je gaat gewoon naar Google toe. Je zegt hetgeen waar je naartoe wil. Natuurlijk de straatnaam, maar misschien ook het restaurant of de voetbalclub. En je gaat er naartoe. Dat is iets wat een heel stuk beter geregeld is dan die Volkswagen ID3. Die heeft een infotainment systeem. Nou, dat is gewoon niet mijn vriend. Laten we het daar even op houden. Maar Volkswagen is hard bezig om dat gewoon achter de schermen middels een software update flink te verbeteren. Dat hebben ze de laatste paar software updates hebben ze dat ook echt wel gedaan hoor. Dus er is hoop. Nou, even het rijden met deze auto, wat natuurlijk heel belangrijk is. Nou, ze liggen allebei, de Volkswagen en de Renault, als een dijk op de weg. Deze is natuurlijk wel een paar honderd kilo lichter, maar er ligt meer gewicht in de neus. Maar deze heeft ook voorwielaandrijving. Dat betekent een beetje het gevoel van als je op het water zit met een klein bootje en één motortje erachter, je geeft gas. Nou, die neus die gaat gelijk omhoog.
Dat heb je hier ook gelijk op het moment dat je gas geeft. Het is namelijk zo, dat zijn de wielen die indraaien, die zijn ook aangedreven. Dus hij trekt gelijk een beetje uit de veren op het moment dat je flink gas geeft. Een achterwiel aangedreven auto, als je daarmee gas geeft, die doet het niet. Dat maakt deze auto lichtvoetiger. Maar niet helemaal vrij van probleempjes. In de vorm van probleempjes, op het moment dat je in een bocht vol op het gas gaat, gaan de wielen eerder spinnen. Omdat er gewoon wat minder druk op de wielen zit, omdat je neus wat omhoog gaat. Maar dat maakt hem wel wat speelser. Voor lange afstanden prefereer ik wel de Volkswagen ID3. Achterwielaandrijving. Beetje meer Duits degelijk op de weg, wat stabieler. Verder valt ook echt wel op de Duitse degelijkheid ten opzichte van de Franse frivoliteit. Mooi afgewerkt met even wat, ja, okay. Wel wat hard plastic tussendoor. Heeft de ID3 ook, maar doordat ze een stukje bruin, maar je mag het nog ineens nephout noemen, er tussendoor verwerken. Ziet er gelijk al een heel stuk leuker uit. Dashboard mooi met leer bedekt. Is niet in elke uitvoering, maar het wil toch wat. Het is wel zo, als je gaat rijden, dit dingetje in de middenconsole, dat zit een beetje irritant tegen je been aan te duwen. Dus dat, ja, had het bakje iets kleiner gemaakt, dan had niet meer je telefoon draadloos kunnen opladen. Maar, jammer. Wat wel heel erg leuk is en wat sommige merken heel goed zouden kunnen gaan toepassen, is deze. Dat is eigenlijk de achteruitrijcamera in je achteruitrijspiegel verwerkt. Nou, ik heb het laatst gezegd bij de Volvo C40. Nou, dat is gewoon een brievenbus waar je door naar achter kijkt. Op het moment dat je deze hebt, nou, je ziet de achterbank natuurlijk niet meer. Maar de auto's die achter je rijden, nou, ze lijken veel te dicht op je te zitten. Dat kun je wel een beetje gaan instellen, maar je ziet ze wel heel haarscherp. Het is een beetje jaren 90 Windows XP-achtig menuutje, maar het werkte wel heel erg goed, heel erg scherp, ook op het moment dat het donker is. Dus dat is echt een compliment. Vooral in de trend dat je nu tegenwoordig veel meer sportcoupés ziet. Dat zijn gewoon, ja, die auto's die de neerlopende achterlijn hebben. Die hebben vaak geen wisser meer voor de achterruit. Die blijft vies. Nou, als je een camera hebt, heb je daar niet last van. Laat die achterruit maar lekker vies zijn. Dus dat is echt top gedaan, Renault. Als ik nou zou moeten zeggen, in ieder geval van de Volkswagen ID3 of de Renault. Eigenlijk, op alle punten wint de Renault. Behalve op één ding. Dat is zeg maar die aandrijving. Die aandrijving op de voorwielen, geef je gas, dan gaat die neus wat omhoog en dan voelt hij wat lichter aan. Dat is eigenlijk het enige. Voor de rest, het interieur, hoe het werkt, de laadsnelheden die je standaard krijgt. Dat werkt gewoon allemaal veel beter in de Renault. Dus er zijn een paar zaken waarom je de ID3 zou kunnen kiezen. Aan jou, wat jouw voorkeur heeft. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. En vergeet natuurlijk niet te abonneren. Je reactie achter te laten. En duimpje omhoog te geven. Krijg jij alvast die van mij. Tot de volgende keer.